Hoi, nou we gaan dit keer compleet wat anders doen. Normaal gesproken hebben we een vlog vanuit het pretpark of wat dan ook. Dit keer eigenlijk omdat er wat vragen waren van heel veel fora en Facebookpagina's. Van goh, hoe zit het nou precies? Wat kan ik nou het beste doen voor als je naar Disney World wil, een villa of on property? Nou hebben wij zelf eigenlijk alleen maar een villa gedaan. Dus we hebben eigenlijk speciaal daarvoor de hulp ingeschakeld van twee bubble experts. Of in ieder geval bubble experts, in ieder geval bubble ervaringsdeskundigen. Laten we ze even zo omdopen. Justian en Cindy van All in One Family. Hoi. Die gaan met ons meedoen. En eigenlijk gaan we gaandeweg de video kijken wat het gunstigst uitkomt. Dus veel kijkplezier en we hopen dat je er wat aan hebt. Zoals we in de intro al zeiden, hoop vraag van mensen van goh, wat is nou voordeliger, we gaan naar Disney World, help, ik weet het niet meer. Het is sowieso lastig, wij zijn eigenlijk in een villa gegaan met het idee van goh, we willen meer doen. En heel veel mensen zeggen van ja, dat moet je niet doen, ga dan maar gewoon on property, dat is veel en veel goedkoper. En we hebben eigenlijk van tevoren, zie je, daar heb je het al, van tevoren hebben we een beetje zitten uitzoeken wat de prijzen waren, als dat zo was. Maar is dat zo? Krijg je echt veel meer waar voor je geld? Dus we hebben een lijstje gemaakt met daarop de prijzen. Jus en Sin kunnen dat als goed is dan wel beamen of tegenspreken of aanvullen of wat dan ook. Wij zijn zelf altijd heel erg tevreden geweest over de villa. Waarom? Je hebt in onze ogen vrijheid. In die zin dat je kan net zo goed vanaf on-property kan je een Uber huren of een bus pakken of openbaar vervoer doen. Daar hebben jullie vorige keer heel veel gedaan, toch? Openbaar vervoer? We hebben één keer de bus. Normaal openbaar vervoer. Nooit weer. Nooit weer de bus. Echt niet. Gewoon niet. Dat heeft een andere reden, dat is een afgesloten hoofdstuk. Ja, het kan in principe. Mocht je het willen. Nee. je kan met openbaar vervoer. Maar het grootste voordeel van een villa is dat het is een thuis weg van huis. Dus je hebt gewoon een woonkamertje. Je hebt gescheiden slaapkamers. En je hebt vooral, wat ik heel erg belangrijk en heel erg tof vond, is een eigen zwembad. Dat hadden wij heel brutaal gedaan door bij binnenkomst gelijk shotgun op de slaapkamer naast het zwembad. Wij konden dus morgen zo zwembroek aan. Lekker decadent of niet dan? Ja, erg lekker decadent. Ja. Maar jongens, vertel, waarom zouden wij nu als vervent villagangers, want we gaan in september weer in de villa, verrassing. Wat moeten wij nou doen? Wat kunnen jullie ons doen om ons over te halen die bubbel in, zeg maar? Ja, een leuk zwembad. Ja. Gewoon eten wordt voor je gemaakt. Je kamer wordt schoongemaakt, je bedden worden netjes opgemaakt. Alles is Disney. Ja. Dat is wel waar, ja. Nou, wij moeten zelf ons bed niet opmaken. Doen we eigenlijk niet. Jawel, ik deed iedere ochtend het bed gewoon netjes opmaken. Oh, hij deed het bed opmaken. Nee, het begint eigenlijk al bij je aankomst op het vliegveld. Want je gaat het vliegveld af en je wordt meteen al door Disney opgehaald in een mooie Magical Express. En je wordt zo, hoppakee, naar je hotel gereden. Dat is die bus die je gratis bij een pakket krijgt, toch? Tenminste, je moet je wel aanmelden, geloof ik. Klopt, je kunt je van tevoren moet je een plekje reserveren. Daarin geef je aan hoe laat je vliegtuig ongeveer aankomt. En je checkt daarin bij een balie. En je gaat in de bus zitten. En die bus rijdt je rechtstreeks naar je hotel. En dat is eigenlijk heel makkelijk, helemaal na zo'n hele lange vermoeiende vlucht. Je zit niet in een heel krap busje zoals wij de eerste keer zaten. Houd alleen wel rekening mee, dat geldt alleen als je op MCO vliegt, dus Orlando International, niet op Sanford.
Stansted. Nee, Stansted is in Engeland. Daar heb je de Easy Bus. Dat is inderdaad een krabbusje. Maar die rijdt niet naar... Ga naar Londen. Die hotel kan je rijden. Dat kan ik niet te bedoelen. Sorry, ik haal ze allemaal door elkaar. Stansted. Maar ik had begrepen, maar dat kan ik miszitten, dat de minivan service wel ook naar Stansted zou gaan, toch? Uiteindelijk? Of toch niet? De minivan, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik me er niet heel erg in de minivan heb verdiept. Ik weet sowieso dat de minivan voor nu, op het moment dat we dit opnemen, eigenlijk alleen nog maar geldt voor de echte hogere klasse Disney hotels. Iets waar wij de portemonnee nog niet voor hebben. Je slaapt in principe alleen maar in je hotel, dus ik zou dat sowieso doen. Alleen als je het echt over hebt en denkt van moet ik met mijn geld doen, maar goed. Ja, okay. Ja. Maar eigenlijk gewoon het gemak, dat vind ik eigenlijk wel het grootste pluspunt van on-property verblijven. Ja, je zit, nou ja, het heet niet, ze noemen het niet voor niks de bubbel natuurlijk. Je zit echt in die bubbel. Kijk, wij komen aan. Wij gaan naar het verhuurbedrijf, we melden ons daaraan, we moeten naar de garage, we moeten een auto uitzoeken. Je moet nog het een en ander regelen. Dat is op zich al wel een feestje aan zich, zeg maar. Dat je gewoon, voor de mensen die zich altijd afvragen hoe dat moet, je komt dus aan bij een balie. Nou, als je geluk hebt, ik heb een hele aardige persoon achter de balie. Als je pech hebt, wat wij de laatste keer hadden, zit daar iemand die eigenlijk helemaal geen zin heeft om te gaan werken. Maar die geeft je een papiertje mee en met een kleursectie. En uit die kleursectie mag je auto kiezen. Dat wil dus echt zeggen dat de keuze volledig aan jou is. Je krijgt dus niet een sleutel mee, je krijgt geen auto toegewezen, alleen maar een kleurvak. Of een letter, hangt er vanaf welk vliegveld je bent. En dan is het gewoon echt van een grote speelgoedwinkel mag jij je speeltje kiezen. Maar wat ik me dan afvraag, waarschijnlijk hetzelfde als jij, was ik me afvraag, je krijgt dat briefje mee, maar wordt dat later nog gecontroleerd als je uitrijdt? Ja. Als je dat niet doet, dan rij je je banden lek, zeg maar. Als je dat uitrijdt, word je gecontroleerd. Ja. Wat sowieso, daar hebben wij voor de rest geen ervaring mee, maar wat een aantal mensen al heeft laten weten, ze verkopen je heel veel dingen bij. Een extra verzekering, een kofferverzekering, een lekke bandenverzekering, verzin het maar. Het basispakket wat je in Nederland afsluit aan verzekering, aan reisverzekering toe, dekt ook ongevallen in het buitenland, meestal. Dus doe dat alsjeblieft niet. Het punt is ook dat op het moment dat jij bij de uitcheckbalie komt, zoals Cindy net zo oplettend vroeg, dan moet je dat papiertje weer laten zien. Dan checken ze of jouw auto overeenkomt met de kleur die je hebt gekozen. Dus dat je wel de goede sectie hebt. Niet dat je met een dikke doortje wegrijdt terwijl je eigenlijk een kleintje had besteld. Maar daar kan je ook nog heel veel dingen vragen. En dan kan je eigenlijk een beetje de domme toerist uithangen. Of heel erg hashtag MeToo je knoopje iets verder losdoen. Dat schijnt ook te werken, hebben we al laten vertellen. Maar ja, ze vragen, het navigatiesysteem moet je bijvoorbeeld bijbetalen bij sommige auto's. Als je zegt van joh, ik heb er geen één, bij dat uitchecken, om je maar weg te hebben, krijg je op dat moment gewoon een navigatiesysteem mee. Dus alles wat ze aan de balie vragen, laat gewoon wat je hebt en regel de rest bij het wegrijden. De sleutels zitten in de auto, je kiest je auto, je stapt in, je rijdt weg. Dat zit eigenlijk daarna. Het voordeel, je hebt je eigen auto, dus je kan gaan en staan waar je wil. Het nadeel is, je landt op MCO, of Stansted. Ja. Stansted. Houden we erin. Ja, we houden erin. En dan moet je nog naar je huisje of je villa of je hotel toe. Dat is ongeveer een uurtje rijden, denk ik. Afhankelijk waar je zit. Wij zitten nu voor de tweede keer... Op hetzelfde terrein bij Champions Gate. Dat is Town Center... Weet je nou nog heet? Ja, Devonport. Devonport. Town Center Devonport. Dat is ongeveer vanaf MCO een uurtje rijden. Dichtstbijzijnde park is Animal Kingdom. Dat is als de stoplichten mee zitten, een kwartiertje. Ja, dat is echt wel dichtbij. Ja, dat is lekker. Ja. Je kunt dag en dat is heel dichtbij. Daar kijk je echt op. Want je wordt voor de rest van het park over de snelweg gestuurd. En deze stuurt je helemaal binnen door. En over de kom je op de... Door de bayous van Florida rij je heen. Langs de rednecks en de campers en de en dingen. En dan kom je ineens aan de achterkant rij je Animal Kingdom terrein op. Oké. Op zich, dat is ook wel een pluspunt, weet je, want elke keer door die poort rijden, dat voelt al wel even wel, ik ben weer in Disney. Je rijdt, een goede vind ik nog steeds, dat Brockford en Promise doen het ook iedere keer als we dat ding doorrijden, even die bubbel.
Dat heb je iedere, dat heb je iedere dag eigenlijk. Ja, wij gaan er één keer in en we gaan er één keer uit. Ja, maar je blijft wel binnen. Ja. Je blijft er wel in, zeg maar. Terwijl je inderdaad naar een outlet store gaat of kijk, wat dan ook tussendoor. En wij gaan s'avonds naar het huisje. Wij zijn er weer uit. Maar ja. Ja, en je moet dus echt voor je eigen eten zorgen. Dus wij zijn sowieso de eerste dag meestal bezig om het huisje in te checken, in te richten, dan boodschappen te gaan doen. En je zit met die boodschappen. Dat is, het voordeel is dat je gewoon, ja, klinkt misschien verkeerd, maar gezond kan eten. Kan, met nadruk op kan. Tenzij je de watermeloen koopt, niet vergeten. Precies. Nee, maar meestal worden het toch hamburgers en dat soort dingen, gewoon simpel voedsel. Maar je kan ervoor kiezen om gezonde Hollandse maaltijden bij een Publix of een Walmart te halen. En dat is op dat moment aan jezelf, maar je moet het wel doen. Dus dat is eigenlijk ook een beetje een nadeeltje. Maar je kan daarna wel alle kanten op. En je hebt gewoon een thuisweg van thuis. Dus je eigen keukentje en je eigen alles. Ik denk dat het voordeel wel is dat als je bijvoorbeeld een keer geen parkdag doet, dat je dan wat meer ruimte hebt. Dat je eigen zwembad hebt, dat je eigen plekje hebt, dat je op de bank kan gaan liggen en dat je niet gebonden bent aan je bed. Ja, dat doen wij nooit. Ik denk dat je, als je off-property bent, dat je misschien nog wat meer uitgerustere vakantie hebt. Althans, daar kun je eerder voor kiezen dan wanneer je on-property zit. Wij zijn elke dag wel bezig. Ja. Ik denk dat je daar best wel een goed punt hebt. Je hebt niet per se een uitgerustere vakantie om het simpele feit dat je ook gewoon heel veel dingen kan gaan doen. Onze reis van september die staat echt gewoon vol gepropt met dingetjes. En daar hebben we bewust ruimte gehouden om juist rustig te doen. Dus je kan er sneller voor kiezen om even lekker uit te slapen en in de woonkamer te blijven hangen. En even relax te doen en even gewoon in je eigen zwembadje te doen. Kijk, het grote voordeel van het eigen zwembad is ook, op het moment dat je in je zwembadje ligt en je hebt dorst, je stapt je zwembad uit, je loopt naar je keuken, wat 3 stappen verder is, je pakt wat te drinken en je plons weer terug. Hier moet je, onproppen, die moet je naar een bar en moet je eventueel snackcredit daarvoor gebruiken. Iets dergelijks. Dus uitgeruster is aan jezelf. Dat heb je wel meer nee, maar in de kans is groter dat je wat meer uitgerust terugkomt dan wanneer je... Je hebt sowieso een plekje voor jezelf alleen. Dus je kan je met je vakantieparty kan je volledig terugtrekken zonder dat je last hebt van anderen en toch gewoon je eigen dingetje kan doen, zeg maar. Dus maar dat is het grootste voordeel. Als het gaat om eten, zoals de meeste mensen weten, ik hou het best wel van eten. Vind ik het grootste voordeel van on-property verblijven, vind ik toch wel de Disney Dining Plan. Ja. Ik vind dat toch wel een dingetje. En dat is gewoon makkelijk. We hebben eigenlijk een soort van all-inclusive vakantie. Omdat we voor elke dag hebben gewoon zoveel maaltijdcredits. En die krijg je van je langstalse leven krijg je die gewoon niet op. En zeker nu met die, tenminste het werkte nog niet de laatste keer dat we gekeken hadden. Maar dat online bestellen in de app. Super makkelijk. Ja. Ik bedoel, zelfs de Dollhub zit erin. Als ik nu in Toy Story Midway Mania zit. En ik denk, ik heb zometeen wel trek. In een funnel, kijk, ik noem maar iets, dan kan ik hem vanuit de app al bestellen. Als ik vlak in de buurt ben, zeg ik ben er. En ik kan hem eigenlijk al meteen afhalen. Ik hoef niet in de rij te staan. Dat is vooral dat. Ik bedoel, of je hem gelijk af kan halen, hangt hem denk ik van de drukte af. Maar je hoeft in ieder geval niet in de rij te staan. Nee. En nogmaals, de Dolwip zit erin. Die stond ook toegevoegd. Alleen, ja, van de week was in ieder geval de app wel geüpdate. Maar kwam de melding van, sorry jongens... Dining Plan credits zijn nog niet toegevoegd. Nee. Maar tegen de tijd dat dit filmpje van ons online komt, zou het al wel zover moeten zijn. Sowieso hebben we dat dan in ieder geval al laten weten op het moment dat wij al geweest zijn. Want als de video live is, dus als je er nu naar kijkt, dan zou dat als goed is al gereed moeten zijn. Dus daar gaan we wel vanuit. Nou, en ik vind het ook wel, weet je, het hele Disney Transportation System vind ik gewoon echt helemaal gewoon goed werken. Ja, ik hou ervan. Zeker dadelijk. Ik hoef 2 weken geen auto te rijden en dat is voor mijn vakantie. Ja. Dat is wel fijn, ja. Daar komt wat Just nog steeds zijn rijbewijs niet heeft. Misschien nu wel, als dit live is. Ja. De druk. Ik kan de pressure niet aan, oh jee. Goed, ja, maar je hoeft er Ja, je hoeft er niet uit te rijden, dat sowieso.
ook weer zo'n voordeel slash nadeel. Jullie komen als goed is aan bij het vliegveld en stap op de bus en je bent binnen. Heb je een auto, allemaal hartstikke leuk, die moet je kwijt. Ja. Die moet je parkeren. Parkeren kost, op dit moment dat we dit opnemen, het is nu februari, eerste weekend van februari, is parkeren $20 per keer. Het voordeel is wel dat op het moment dat je bijvoorbeeld 's ochtends, je gaat eerst naar Magic Kingdom en je parkeert daar je auto en je rijdt daarna door naar Epcot. Dan, je kan het wel gebruiken. Ja, je betaal maar één keer. Het is niet dat je, iedere keer per dag betaal je één, zolang je ticket bewaart één keer. Maar we hebben ook wel gekeken wat het kost om eventueel te Uberen, want dat is allemaal zo handig en allemaal geweldig. In Orlando kost dat ongeveer een euro of een dollar per kilometer. Per mile, wat was het? Het kwam in ieder geval op neer dat Uberen op $23 tot $25 zou komen. Dus dat is zelfs duurder. Dus, maar goed, ben je dan met meerdere, kan je die kosten delen? Ja, maar dat geldt voor parkeren ook. Dat geldt voor parkeren ook. Ja. Dan zou je met iemand rijdt die een abonnement heeft en die kan parkeren. Ja. Ja. Dat voordeel kan je dat ook hebben. Nou, maar ja, het is... Kijk, jullie gaan zometeen misschien 10, 12 dagen hooguit naar Disney. Wij hebben losse tickets gekocht. Ook weer zoiets wat zit dus niet in je pakket. Dus wij moeten tickets loskopen. De tickets die wij gekocht hebben is via Attraction Tickets Direct. Dat is een van de vele ticket... precies, we klappen hem er even onder. Maar tickets... kom niet op de, ticket discounters. Die hadden een aanbieding voor 14 dagen onbeperkt Universal Disney World... en daar nu gratis bij ook Kennedy Space Center, en daar wilden we sowieso naartoe, voor €715. Want ze zitten in Ierland en in Duitsland en dat is gewoon in europrijzen worden berekend. En dan krijg je dus 14 dagen onbeperkt tickets, dus geen vouchers. Je krijgt echt de tickets van de parken zelf toegestuurd. En die zijn dus interchangeable, ze gaan niet tegelijkertijd in. Dus als je Universal gaat gebruiken, zijn die van Disney nog niet geactiveerd. Dus we hebben uit zitten rekenen. Dat is net iets goedkoper dan 4 dagen Universal of 4 dagen of en 4 dagen Disney World. Er zitten ook de waterparken bij. Er zitten daar ook bij. Maar krijg je 14 tickets die bij alle parken zijn in te leveren? Of kun je krijgt 1 ticket, 14 keer naar Disney, die je koppelen aan de Magic Band. En dat werkt gewoon al. Dat is dan zoveel dagen geldig. Ja. Dus in het geval van Universal krijg je gewoon een ticket, gewoon een papier of plastic kaartje. Wat niet anders is dan bijvoorbeeld een ticket van Disneyland Parijs of van de Efteling of wat dan ook. En die gaat in op het moment dat je hem de eerste keer scant. Net als bij Disney heeft Universal ook gewoon vingerafdruk erbij. Dus is niet te delen. Hij is niet herdraagbaar. Nee. En bij Disney World, dat ticket is gewoon voorzien van een code die je aan je Magic Band kan koppelen. En die gaat ook in de eerste dag dat je gaat. Dat je en, dus wij hebben eigenlijk bedacht dat we 4 dagen zouden willen en zouden kunnen. Omdat we ook naar Universal willen. Omdat we ook naar Kennedy willen. En naar St. Augustine, een plaatsje wat noordelijker ligt. Eventueel Gatorland, Discovery Cove, SeaWorld. En daardoor was dit gewoon voordeliger. Dus we kunnen gaan wanneer we willen, want we zijn er 3 weken. Dus we kunnen door het te schiften, kunnen we in principe iedere dag naar een pretpark als we willen. Maar we gaan waarschijnlijk maar 4 dagen. Oké, dus dan ben je dus $80 kwijt anders aan parkeren. Universal ook nog. Dus als je dan hebt, 4 à 5 dagen. Dus 10 dagen totaal. Ja, klopt. Dus dat is $200. Dat is best wel zwaar parkeerkosten. Maar eigenlijk kunnen we nu dus al wel een beetje een conclusie trekken. Jullie gaan voor meerdere dingen naar Orlando toe. Wij gaan echt voornamelijk voor Disney. Daar zit dus eigenlijk al een verschil. Ik denk als je alleen voor Disney zou gaan. En misschien 1 of 2 dagen iets anders. Best on property blijven. Dan is de bubbel, of het goedkoper is, weet je niet. Dat kunnen we zo afjes, we hebben alles natuurlijk uiteraard uitgerekend. Maar als je voor voornamelijk Disney gaat, is de bubbel in ieder geval voordeliger. Ja, zeker omdat daar dining plan bij zit. Ja. Het zou misschien niet per se goedkoper zijn, maar... Ja, parkeerkosten inderdaad, ja. Als wij zeg maar zo meteen 18, 19 dagen naar Disney gaan, maal $20 per dag aan parkeerkosten... Ja. Daar word je niet blij van. Daar kun je leuke souvenirs van kopen, hoor. En eten. En eten. En eten. $360. Ja. Wat je gewoon even zo in je zak zet. Nee, dat klopt inderdaad.
Dus uiteindelijk, ik denk, want wat wij hebben uitgerekend, is het verblijf in de villa zelf. Want er waren een aantal mensen die zeiden van, joh, je moet in de villa verblijven, want dat is goedkoper. Ja, de villa zelf is goedkoper. Op het moment dat jij gaat boeken voor alleen een Disney hotel of alleen een villa en je gaat niks doen, is een villa inderdaad goedkoper. Ja, zeker. Maar je bent er niet op de vakantie. Nee, precies. We gaan daarvoor voor wat Florida te bieden heeft. En dat is over het algemeen toch de pretparken. Of in ieder geval de allerbezienswaardigheden. En dan kom je eigenlijk al vrij snel uit dat een villa prijziger is. Gewoon omdat je alles, alleen al het eten. Ervan uitgaande dat je met z'n tweeën, en dan ga ik het puur even zien, denk ik nog veel te laag. Maar 100 euro per persoon per dag, of per twee per dag kwijt zou zijn. Aan eten? Ja. Ontbijt, middag, eten, avond eten? Ja, je gaat natuurlijk wel. Je doet natuurlijk wel boodschappen. Dus je ontbijt zal niet zoveel kosten. En in principe je avondeten thuis ook niet als je in je villa eet. Nee, maar ik denk dat je al heel snel met twee personen aan $100 euro per dag zit. Zeker wel, ja. En dat ben je met de diningplan mee dat kwijt. Ja, als ik jullie verhaal begrijp. Ja. Nou is de diningplan overigens, voor de kijkers. Verkijk je niet, diningplan is niet gratis, maar... Tenzij... Ho. Daar komt hij dan op. Je hebt speciale periodes in het jaar. Als je dan boekt bij Disney, dan krijg je bij de Moderate Resorts krijg je een gratis diningplan erbij. Dan loont het dus de moeite om te kijken of een Moderate Resort, wat normaal gesproken eigenlijk duurder zou zijn dan een Value Resort. Ja, dat zou dus... Dan zou het kunnen zijn dat het eigenlijk goedkoper is. Ja, de goedkoopste moderate resorts zijn zelfs al goedkoper dan de duurste value resorts. Ja. Want de Art of Animation, is de Art of Animation waar Cars zit? Ja. 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 De Art of Animation. Dat is duurder dan een moderate. Sorry? Dat is duurder dan een moderate. Ja, precies. De goedkoopste, wij hebben gekeken zelf, want uiteraard, de eerste keer dat je gaat, ga je dingen uit zitten zoeken. Maar... Port Orleans was of net zo duur of zelfs iets goedkoper, de Riverside, dan Art of Animation. Ja. Coronado Springs ook. Ja. Ja, maar is er geen die krijgt ook dingen erbij nu? Nee, dat is... Caribbean Beach krijgt nu dingen erbij. Caribbean Beach, die krijgt er spulletjes bij, ja. Dus wat dat betreft loont het zeker om niet zomaar een goedkope hotel te boeken, maar altijd even of zelf uit te zoeken of... ons of Justin Sin of weet ik voor wie te vragen van joh, wat zou je doen en wat kan je advies geven. Want het loont gewoon om uit te zoeken. Het loont gewoon om even te gaan, om er goed voor te gaan zitten, zeg maar. Het is echt niet even. Je kan zoveel geld besparen. Je kan letterlijk bijna je hele vakantie bekostigen met de kosten die je bespaart, denk ik. Ja. We hebben zelfs nu ook wel een begroting gemaakt en schrik niet. Onze eerste begroting was op basis van de prijzen van vorig jaar met schattingen voor dit jaar. En die kwam op bijna 10.000 euro per stel. We gaan met z'n vieren, dus het zou uiteindelijk op 20.000 euro totaal komen. Dus daar kun je een auto verkopen, zeg maar. Zeker. En eigenlijk door te gaan zitten en hotelletje te wisselen en andere plek te kijken, planning anders in te delen. Tickets via Attraction Tickets Direct. Ja. Undercover Tourist heeft ook dat soort aanbiedingen nog wel eens. Ook een leuke site met een kikkertje is dat. Dus ook wel eventjes onderin zetten. Ga je op een gegeven moment besparen. En in de tussentijd hebben we denk al 5.000 euro sowieso gewoon bespaard en goedkoper uitgekomen. Dus dat is echt flink. Het loont om in ieder geval... Nou, zo doe ik hetzelfde met vluchten. Als ik een vlucht boek, ik hou altijd een website bij, skyscanner.nl. En dan voer ik mijn vlucht gewoon in en ik kijk wat die prijs doet. En zodra ik zie dat die laag is, ga ik ook nog offertes aanvragen. En dan pak ik de laagste, die pak ik. En zo heb ik laatst voor onze vlucht naar Mississippi, zeg maar, heb ik ook... Want de eerste keer was het 900 euro. En ik denk dat ik nu met z'n tweeën 900 euro betaal. Terwijl het eerst 900 euro pp was. Dus het is gewoon, ja, je moet zoeken. Het loont om te zoeken. Het loont om op je gemak te gaan zitten. En het schijnt op dinsdagochtend om 3 uur 's nachts schijnen de prijzen het laagste te zijn. Weten we niet. Hebben we nog niet gedaan. Maar hebben we van horen zeggen. En ja, sowieso. Het klopt wel. Ik heb wel eens gekeken inderdaad. Het klopt wel. Ja, nou ja, dat bedoel ik. Dus ook dat. We hebben de wekker ervoor gezet.
Ja, sowieso je vlucht ben je toch wel kwijt. Je kan via Disney geloof ik ook zelf ook je vlucht erbij boeken. Maar dat volgens mij was dat wel duurder. Is eigenlijk, dat is niet om reisbureaus af te vallen, zeker niet. Maar je bent een dief van je portemonnee als je via het reisbureau Disney gaat boeken. Of zo'n vakantie gaat boeken. Ja. Ja, en er zijn sowieso genoeg certified Disney travel agencies. Wat sowieso ook wat ons is opgevallen, is dat de UK Disney World, officiële Disney World site, goedkoper is dan de Amerikaanse. Je heeft ook vaak meer opties. Bij de Amerikaanse kwamen wij niet verder dan een entree voor 10 dagen. Je kon maximaal 14 dagen boeken. Gewoon compleet je volledige vakantie kan je erbij boeken. Dus als je 30 dagen gaat, kan je 30 dagen boeken. En dus dat scheelt ook, maar ook gewoon de certified travel agencies. Wij zijn bevriend met een travel agency, Magically Fun Vacations. Zo, dus schaam op pot. Ja, daar moet je even over denken. Die pauze knippen we er al even uit. Magically Fun Vacations. Dat is een Amerikaans bedrijfje. Dat is een certified travel agency voor Disney, maar ook voor Universal. En daar kan je ook je volledige pakket kan je samenstellen. In Nederland heb je ze ook genoeg zitten. Ik weet niet, hebben jullie wel eens via Nederlandse dingen geboekt? Nee, we hebben wel eens inlichtingen gevraagd online bij Amerikaanse. Net zoals Mouseman Travel. Ja. Yeah. Maar voor de verder is eigenlijk niet hier in Nederland. Ja, want je hebt exitreizen, heb je? Ja, wij hebben nu toevallig Mississippi hebben we via exitreizen de vlucht gedaan, want die was gewoon het goedkoopste. Maar onze eerste reis naar Florida, omdat ik totaal niet wist waar ik moest beginnen, heb ik via American Vacation geboekt. Oh, daar heb ik ook wel gehoord, ja. Ja, het is allemaal prima. Het wordt allemaal voor je geregeld. Je geeft aan van, nou, dit wil ik. En zij geven je prijzen voor wat jij wil. Het grote voordeel van een niet officieel, tenminste wel een officieel reisbureau, maar niet een reisbureau van het bedrijf zelf, is dat ze gewoon veel meer kunnen. En je hebt natuurlijk de D-reizen. En je hebt de TUI-reisbureaus, allemaal prima. Alleen het vervelende van die bedrijven is vaak dat ze vaste pakketten hebben. Dus daar kan je zeggen van ik wil naar Orlando en ik wil graag 14 dagen naar Disney. Dan word je zo geholpen, echt niks mis mee. Precies, alleen, maar daar houdt het mee op. Wijk je een klein beetje af, dan gaat het niet of dan kan het niet of ze weten het niet. Nee, ze bestaat het niet. Precies. Ja. En juist de Amerikanen, de Amerika-specialisten... Die gaan zo ver als je fast passes en dining reservations voor je boeken. Ja, die gaan gewoon zoeken ook voor je. En die komen ook met opties eventueel. Dus inderdaad, nou, wat jij zegt, een dining reservation. Of op het moment dat jij weet van ik wil naar die attracties. Ik vind dat wel. Wij hebben het nog niet gebruikt. Want toen wij de laatste keer er waren, was het allemaal zover nog niet. Fastpass Plus. Nu ik er even over denk. Voor ik het vergeten, hè. Nog een voordeel van on-property. Ja. Je kunt veel verder van tevoren je fast passes en je dining reservations maken. Godjes! Weet je zeker dat je die belangrijke attractie die je wilt doen, dat je die ook kunt gaan doen? Ja. Godjes! Ja, maar wat zijn dan Magic Bands en Fastpass Plus? Kijk daar naar onze andere video's! Link hieronder! Nee, maar leg het eens uit. Wij zijn in 2014 geweest en toen was de Magic Band net vers, daar kwam er ook nog vanaf, zeg maar. En het enige wat je daar op dat moment eigenlijk mee kon doen, was je ticket koppelen en dat was het. Je kon wel fastpasses boeken, maar niet anders dan met een normaal ticket. Dus we hebben het niet gebruikt. We hebben ondertussen wel fastpasses gekocht. We hadden het ook niet nodig toen. Nee, dat was niet. Maar Magic Band is tegenwoordig zoveel meer. Kijk. Oh, mensen. Dit is een oude, hoor. Oude. Nou. Maar wat doet het? Ah, beautiful. Nou, lick me. Ja. Nee, wat doet het? Wat doet het niet eigenlijk? Ik bedoel, je kunt er nog net niet mee bellen. Je hotelkamersleutel, je creditcard, je toegangstickets. Het is alles. Als je in die Disney-bubbel verblijft, is dit je grootste vriend. Ja. Maar je hoeft in ieder geval geen entree-ticket meer mee te nemen die je kwijt kan raken. Nee, en je bent... Je entree-ticket, je hebt geen hotelkamersleutel of van die losse pasjes bij je. Dat is wel ideaal. Ja, dat is gewoon heel erg makkelijk. Ja. Maar vastpassen, wij zijn, toen wij de laatste keer er waren, was vastpassen gewoon echt niet nodig. Dat ging al wel via de Magic Band, overigens, of via je entreebewijs. Maar we hadden wachttijden van 5 minuten. Het langste dat we staan wachten is bij Seven Dwarfs. Dat was 40 minuten. En uiteindelijk waren we na 20 waren we binnen.
Ja, maar goed, tegenwoordig. Wat hoe werkt vastpassen in Disney World? Disney World, als je on-property verblijft, dan boek je 60 of 90. Ik ben het altijd kwijt. Je dining is 180 dagen van tevoren en je 6 best 2 maanden. Dus 60 dagen van tevoren. En off-property 30 dagen. Ja. Nou, je boekt hem vooraf via de website. En alles komt lekker op je mobiel te staan in de Disney World app. Je kunt zelfs je meldingen aanzetten van let op, je tijd komt eraan, je moet erheen. En je gaat erheen en je hebt zo'n mooi paaltje. Daar hou je je Magic Band tegenaan. Als het goed is, gaat hij op groen en kun je doorlopen. Ja, dus de werkgever uiteindelijk zou ik zeggen, in plaats van dat je een papieren ticket met een barcode en een tijd krijgt die je af moet geven, gaat het gewoon via je... Het is gewoon elektronisch. Via de NFC op je Magic Band. Kijk, het is hartstikke leuk natuurlijk, al die papieren tickets. Het heeft ook al wat. Alleen ja, dit is ook wel erg makkelijk. Je hoeft niet naar een paal om je fastpasses te maken. Het kan wel, maar tegenwoordig kun je hem ook gewoon direct vanuit de app kun je reservering maken. Ja, precies. Dus dat scheelt gewoon. Als je de laatste fastpass hebt gebruikt, ga je meteen inchecken in je mobiel. Bij wijze van als je nog in de wachtrij staat. En kijk, oh, wat is de volgende waar ik in kan? Ja, ik las ook dat je per park kon je maar één keer een tier 1, dus een topattractie, een e-ticket om zo te zeggen, van tevoren boeken. Maar als die verlopen is, heb je wel weer volledige controle over wat er nog beschikbaar is voor een fastpass voor de rest van de dag. Klopt dat? Ja. Ja, en meer zou ik er niet over zeggen, want je moet gewoon linken naar ons filmpje. Ja. We hebben een heel filmpje aan gewijd. Doet dat ook nog wat? Dan plakken we die er ook voor. Precies. Die gaat er gewoon bij. Die gaat er gewoon bij, precies. Precies. Nou, wij zullen sowieso ook nog tegen de tijd dat wij er zijn, gaan we het gewoon testen. En ik zeg, vorig jaar hoefde het gewoon niet. Nee. Er zijn namelijk periodes dat het gewoon echt heel ontzettend rustig is. En, alleen, ja, ik denk wel dat jullie er tegenaan gaan lopen dat je bijvoorbeeld bij Pandora, Avatar Land, zoals sommigen het noemen, dat je er tegenaan gaat lopen dat je Flight of Passage waarschijnlijk niet van tevoren een fastpass voor kunt doen. Nou, daar wil ik even op inbreken, want toevallig, ik volg een website, Magical Distractions. Ja. En laatst kreeg ik daar... Zeg wel dat je er ook voor schrijft. Nee, daar kreeg ik ook een melding van dat er tickets uitgegeven werden voor Flight of Passage. Voor 3 of 4 weken daarna. Dus ik hou natuurlijk alles in de gaten nu. Ze zijn in ieder geval bezig. De druk is er een beetje vanaf. Want ja. Toen Flight of Passage net open ging. Die is van de zomer, begin van de zomer open gegaan. Toen stond de normale wachttijd. En dat is absoluut niet gelogen. Stond op 8 uur. En de fastpass wachttijd op 6 uur. Ja, dat is niet normaal. Dat is een volledige parkdag in de rij staan. Ja, dat doe je dus niet. Is die wat rustiger? Nog steeds is het drama. Je moet er echt voor alsof je de nieuwste tickets van Bon Jovi wil gaan kopen. Zeg maar. Je moet ervoor gaan zitten. Wil je op tijd kunnen zijn. Maar ze geven dus nu per dag extra tickets vrij en uit om binnen die 30 dagen nog te kunnen boeken. Dus wij gaan er een klein beetje vanuit dat het en weer gewoon rustig is en dat we gewoon de fastpass kunnen krijgen. En ik denk dat we gewoon rookdrop ook moeten doen. Dat we gewoon moeten zorgen dat we met rookdrop daar zijn. En dan heb je natuurlijk de minste wachttijd als het niet lukt met een fastpass. Ja. Ja, maar naast fastpass heb je natuurlijk ook je dining reservations. Denk bijvoorbeeld aan ontbijt bij Ohana of Be Our Guest Diner. Ja, die is tegenwoordig al iets minder populair, maar Ohana Breakfast is best Maar mag ik populair. Nog wel even inhaken? Ja. We hebben met de Magic Band ook de Extra Magic Hours. Oh ja. Dus je bent een uur eerder in het park, dus je kunt al bij de desbetreffende attractie gaan staan, voor het park überhaupt open is. Ja, dat is wel een leuke. Ik weet niet of jullie die tip ooit gehoord hebben, maar je kunt een dining reservation maken. Ook als je die dining reservation laat verlopen, dus je gaat niet. Het ergste wat je kan gebeuren is dat ze je $5 in rekening brengen. Maar daar staat wel tegenover dat je al meteen naar die hele drukke attractie kan gaan en vooraan in de rij staat. Dat is ook te zien in hun vakantie van de vorige keer. In de vlog. In de vlog. Is dat zo? Ja. Ja. We hebben nooit een reservering voorbij laten gaan. Nee, maar wel eentje dat jullie eerder het parkje waren om te ontbijten. Klopt, dat wel. Ja.
En dan zit je in een rustig park en dan krijg je leuke foto's. Precies, dat sowieso. Alleen en tegenwoordig gaat het niet echt op, want Main Street gaat natuurlijk al eerder open nu. Ja. Ja. Dat is een beetje jammer. Vanwege de show. De show vroeger was de show, leukere show vond ik zelf, maar op het eerste stukje plein tussen het station en de turnstiles, daar, nou ja, daar kunnen denk ik hooguit de 2000 man staan, dus dat was heel snel crowded. Dus de show is verplaatst aan de Castle Stage. Ook ja, steeds en daar hebben ze ook de winkels open gegooid. Ja. Kunnen ze ook extra verdienen. Dat ook. Dus ik snap het wel. Je kan heel veel niet nou op al. Dus de rookdrop wordt al wat spannender. Maar het is, rookdrop is, kijk sowieso tegen de tijd dat wij gaan, en jullie trouwens ook, is Slinky, de Slinky Dog is open, Toy Story Land. Dus dat zal ook heel veel extra crowds trekken, maar ook heel veel mensen weer uit Pandora ontlasten. Ja, die weer dus naar Hollywood Studios gaan. Ja. Ik ben heel erg benieuwd wat Toy Story Land gaat doen. Ja. Ja, het is een beetje stom, want tegen de tijd dat dit filmpje voor ons online komt, is het natuurlijk al lang open. Dan weten jullie als het goed is, we kunnen zo maar zeggen, doen alsof. En van ja, nou wij zijn erin geweest, dat is echt superleuk. Hoe was het? Ja, dat is echt geweldig. Die achtbaan is echt tof. Ja, echt helemaal super. Niet, dat ziet er van buiten heel simpel uit, maar nou ja, echt gewoon creepy gewoon. Nee, we zijn er nu nog niet in geweest. Dat is, dit is eerder opgenomen. Dus maar ja, er wordt bijgebouwd sowieso. En die gaat pas in 2019 aan open. Krijgen we Galaxy's Edge natuurlijk. Inclusief een nieuw hotel. Tron komt erbij. Die hebben we van de week te horen gekregen dat die 16 augustus open gaat in 2021. In ieder geval augustus 1921. Back in the future. Dus, precies. Ja. Nee, maar het is wat Just net zei. Ik denk dat het op het moment dat jij voor Disney gaat, en voornamelijk voor Disney gaat, of grotendeels voor Disney met misschien een dagje wat anders, is on-property nou ja, gewoon in ieder geval voordeliger. Omdat je gewoon een vaste uitvalsbasis hebt, daar aan niks hoeft te denken. Zeker met de Diamond Planet, je bent gewoon klaar, je hebt alles. En wil je wat, refillable mok kreeg je toch ook? Ja. Nou, je kan altijd in je hotel altijd drinken pakken. In alle hotels trouwens, hè? Ja. Dat bedoel ik. Nou, dat heb je met, die geldt niet in de parken, alleen in de hotels. Nee, in de parken heb je weer andere leuke restaurants. Oh jee. Elaborate. Nou, er zijn bepaalde restaurants in Disney World. Daar kun je gewoon zelf je drinken tappen. Ja. En die staan dus ook een beetje toe, een beetje zo zeg maar, dat je refillable mug ervoor gebruikt. Oké, dus dat wordt het niet gelezen, maar dan is bij Hollywood Studios. Hebben wij nooit gedaan. Eén keer. Ik zal heel eerlijk zijn. We hebben één keer hebben we ijswater besteld. Dat was onze eerste vakantie. Want we wisten ijswater is gratis. Maar we kregen dus gewoon een beker mee en zeiden ja, daar kun je bijvullen. Maar het stond dus naast de Coca-Cola en de Fanta, die je ook gewoon bij kon vullen. Oh, maar toen hebben we het gestraft, want die korf was niet te zuipen, want de siroop was op. Oh ja, dat is waar. Maar in het ergste geval, dat weten we allemaal, in het ergste geval, als er een siroop op is, kan je altijd naar Epcot, naar Club Cool. Want daar heb je de taste van Coca-Cola all around the world. En daar heb je het lekkerste drankje ooit, Beverly. De Beverly. En als je dorst hebt, ga helemaal los op de Beverly. Ik ga de rest van de dag geen dorst meer. Ja. Eén keer de rest van de dag geen dorst meer. Precies. Ook geen honger meer en die smartpillen pillen zijn stuk. Maar dat sowieso. Nee, maar het is op property. We willen het ook gewoon nog een keer gaan doen, sowieso. Dit keer doen wij weer een villa. Ja. Gewoon puur ook omdat we inderdaad, wij zijn daar voor een verjaardag van iemand. En de volgende keer. Ik wil graag naar Universal naar de Wizarding World of Harry Potter. Ja. Die heel veel mensen heel vaak fout Harry Potter World noemen. Wizarding World. Of Harry Potter. En ik wil graag naar de School of Cove. Ja. En, maar de volgende World. Keer. Dat zit het er ooit in? Ja, zeker hoor. Ja? Nou ja, wij hebben voor onszelf al min of meer bedacht dat over 2 jaar er waarschijnlijk een dubbelvakantie gaat worden. Dus wat dat betreft, we gaan er ook aan geloven. Maar voorlopig zijn we nog afhankelijk van de experts. We weten het nog niet, zeg maar. Maar goed. Zullen we
harde dingen zeg maar, harde cijfers. De meeste mensen het belangrijkste vinden eigenlijk de prijs. Ja, precies, de harde pegels. Wat kost het om er te zijn? Veel. Veel, ja. Trek je portemonnee maar open, zeg maar. Altijd. In onze berekening hebben we ook de vlucht gewoon niet meegenomen. Vlucht zit er altijd bij in. En daar moet je vanuit gaan, afhankelijk wanneer je boekt, tussen de 400 en de 800 euro per persoon voor een retourtje. Als je een beetje groter boekt, zit je rond de 400 euro, ben je altijd kwijt. Daar moet je vanuit gaan. En voor de rest... Je ESTA heb je sowieso ook altijd. Die hebben we ook in de berekening niet meegenomen. Daarmee... geef je eigenlijk aan dat je Amerika aan wil en dan verleent Amerika jou toestemming om het land te reizen. Het is gewoon een visum. Het is de vervanging van je visum. Vroeger was het zelfs zo dat je alleen maar aan hoefde te geven. Hoi, ik ben Jort. Ik wil graag het land in. En dan eens kijken of dat mooi. Ja, het is goed. Tegenwoordig moet je meer dingen opgeven als bij een visum aanvraag. Dus het is gewoon een visum worden. Uithelder. En het is je inreisvisum, daar komt het op neer. En van je lijstvisum. Dus die heb je sowieso. Dus maar die zit hier dus ook mee meegegeven in de prijzen. Hè? Nee, nog niet. Maar die heb je nog niet meegenomen, toch? Nee, niet meegenomen. Nee, niet meegenomen. En de vluchten ook niet. Die zitten ook niet in de prijzen. BSO, of je nou on-property of property of... Ja, nee, dat is waar. In Amerika moet je die toch hebben. Dus dat is kosten. Ga uit, vlucht tussen de 400 en de 800 euro. Afhankelijk hoe gunstig je boekt. En ESTA was $14. $15. $14 per persoon. Dus het is ook zo te kosten niet. Maar goed, wat hebben we wel meegenomen? Daar? Wat hebben we wel meegenomen? Wat hebben we wel meegenomen? Nou, dan beginnen we eventjes met datgene wat wij ongeveer kwijt zijn voor onze villa-vakantie komende september. De dollar is ondertussen wat gunstiger komen te staan ten opzichte van de euro, waardoor de prijzen niet helemaal meer kloppen. Ja, en die schommelen ook. Die schommelen heel erg. Maar de villa, 14 dagen voor 2 personen. Maakt het voor de villa op zich niet uit hoeveel personen, maar voor de rest van de berekening... Wel, tussen de 15 en de 1600 euro voor 2 weken. Zit je compleet. Maar dat kan je ook weer, die kan je zo duur maken als je zelf wil. Ja, dat is op zich een goede prijs. Want als ik bij ons kijk, wij zijn dan zo'n... Oké, jij hebt op basis van hoeveel nachten heb je nu gedaan? Op basis van 2 personen 14 dagen. 14 dagen? Okay. Dan denk ik dat wij ongeveer op hetzelfde uitkomen. Ja, dus verblijf is on property. Off property is niet heel veel verschillend. Net zoals dat de hotels overigens, je kan dus de villa. Wij hebben een 3-kamer villa. Wat eigenlijk bedoeld is voor 4 volwassenen en 2 kinderen. Relatief simpel. Je hebt villa's, 6 verdiepingen en zwembad met gouden kranen en weet ik van allemaal. Daar betaal je veel meer voor. Hoeft voor mij ook niet. Ik ben daar om op vakantie te zijn. Ik wil me geen zorgen hoeven te maken dat op het moment dat ik op de bank ga zitten, of ik dan niet mijn kontafdruk achterlaat en dat er CIA komt om daar van de borg af te trekken. Nee, gewoon een simpele villa. Dan zijn wij ook nodig om, zal ik maar zeggen, van A naar B te komen. De auto. Afhankelijk wanneer en waar en hoe lang. Voor 14 dagen ongeveer €500. Ik ben uitgegaan van 475, omdat het ook wel eens goedkoper wordt. Ja. Dan zitten we met de entree. Ik zei ja. Ja, die is €715. Per persoon. Per persoon. Die zie ik op de berekening die we hier hebben staan. Nog verkeerd staan, want hij is ondertussen ook weer goedkoper geworden. Heeft ook met die dollarkoers te maken. Oké. Mm-hmm. Nou, het parkeren. $20 per dag. Per auto. Keer 14. €280. Dollar, ja. En dan het eten. Uitgaande van 100 euro per dag. Met z'n tweeën €1400. Dus dat zou totaal komen op. Dan moet even opnieuw uit. Nou, we gaan even opnieuw. Een kleine rekenfout gemaakt. 1600 villa, 475 auto. Keer 2, hè? Ja, nog 715 hang je erbij. We hebben het trouwens heel even snel uitgerekend, hè, hoeveel ons hotel dan is. Ja? Ja. €1638. Oké, okay, 38 euro, dat bedoel ik. Ja. Wij zitten dan met z'n tweeën voor €5185. Oké. Ja, dan voor ons...
Ja. Het hotel is ongeveer 1638. Entree en al dat soort dingen. Is een beetje lastig. Disney maakt het heel lastig om dat zeg maar, los te koppelen, zeg maar. Mm-hmm. En om een goede berekening daarvan te maken. Jort en Sis hebben voor ons lekker wat rekenwerk gedaan voor 14 dagen. Zou je uitkomen voor hotel, entree, dining plan, All-Star Movies, kom je uit op... $49.60. Sorry? $49.60. Dus dat zou maken... Nee, even kijken. Dat is als je losse twee tickets koopt. Want je hebt met Disney vaak de 14 voor 7. Ja. Ja, die heb ik in dit geval niet meegegeven. Dat is op zich wel een goed punt wat Cindy daar heeft. Ja, je hebt heel vaak... Die hebben ze nu ook. Daarom zijn onze entree tickets via attraction tickets zo goedkoop. Dan krijg je 14 dagen voor de prijs van een week. Dat heb ik niet meegenomen. Ja, en die heb je ook vaak bij de dining plan actie zitten. Nee, ook weer zo. Bij de dining plan actie zit hij er ook vaak standaard bij. Ja. Dus dan wordt hij alleen maar goedkoper. Ja, laten we er even vanuit gaan dat die actie er niet is en de dining plan er ook niet is. Nee. Want daar heb ik het op basis van de website op berekend. Ja. En dat was dus $49.60. $49.60. Dus bij de DDO 2 zit je op €2480 per persoon. Dollar. Ja. Dus dat is ongeveer afhankelijk van de dollarkoers $1995 of euro en 22 cent. Ja. Dus om eens en voor altijd, want dan heb je dus alle twee hetzelfde. Alle nee, het een is goedkoper, nee, het ander is goedkoper. Voor 2 weken op basis van 2 personen, zwart op wit. Is on property goedkoper. Ja, het scheelt bijna niks. Nou ja, het scheelt €500. Ja. Per persoon. Nou ja, heb je ook best wel wat souvenirs voor. Daar kan je, zal maar zeggen, de kosten die je kwijt bent aan het huren van een auto om naar je shoppingcenter en dergelijke te gaan, daar kan je prima van Uberen voor dat geld. Per persoon. Precies. Ja. Dus gaan gelijk even kijken wat de huidige dollarkoers is. Op 3 februari 2018 is de dollarkoers 80 cent. Zo, niet verkeerd. €1990. Ja, dus dit klopt wel ongeveer. Ja. Ja. Nou, maar dat is wel, hè. Dus, villa goedkoper? Absoluut niet. Het kan voordeliger voor je zijn. Ja. Maar puur als je heel veel gaat reizen en je toch een auto hebt. Want anders staat je auto bij je hotel. Nou ja, dat klopt wel ongeveer. De huurprijs van je auto is het verschil. Denk ik. Ja, ik denk dat dat een goede conclusie is. Ja, we hebben gewoon gekeken. Het is dus niet goedkoper. Het kan alleen makkelijker zijn. Ja. Ja. Maar goedkoper niet direct. Niet voor onze vakantie in ieder geval. Nee, het is in geen geval goedkoper. Wat ik zeg, ik denk dat is het verschil tussen goedkoper en voordeliger. Het kan voordeliger zijn. Op het moment dat je dus naar verschillende dingen gaat. Maar dat betekent niet dat je minder geld kwijt bent. Dat betekent alleen dat je je geld anders hebt neer moeten tellen. En daardoor makkelijker vervoerbaar bent. Maar goedkoper, puntje bij paaltje, is de on-property goedkoper. Ja. En wat ik prettig vind, ja, ik kom nogmaals terug op die dining plan. We hoeven geen budget daarvoor apart te houden. Dus alles wat we mee hebben aan zakgeld is voor souvenirs en dat soort gekke dingen. Ja, je betaalt, je maakt een all-inclusive vakantie in principe, dus je betaalt alles vooraf. Ja. Ja, betaal dus betaald, dus punt. Ja. Dus dat doet vooraf wat meer pijn. Maar als je eenmaal daar bent, ja. Is het voordeliger. Ja, het is op zich, ja, daar zeg je wat. Vooraf doet het misschien meer pijn. Maar nogmaals, je bespaart met een gezin. Of met een gezin met 2 personen bespaar je dus gewoon €1000. Dus uiteindelijk bespaar je er genoeg mee om die €1000 aan souvenirs uit te kunnen geven. Dus doe dat dan pijn. Want wij zijn dan toch dat geld kwijt. Ook van tevoren. Wij moeten ook ons huisje van tevoren betalen. We moeten ook de auto van tevoren betalen. Ja. Dus of het echt van tevoren meer pijn doet, ik denk nog niet eens. Nee. Ja. Ik denk dat niet veel scheelt. Alleen, ja, wij daar. Ja, maar jullie geven dat eten natuurlijk pas daaruit, hè, die €1400. Ja. Sorry. Ja, mensen moeten weten, we hebben daar de computer staan, dus ik zie daar Jort en Suus.
Nee, oké, maar het prijsverschil is 1000 euro. Het eten is ongeveer 1400 euro. Dus het doet je on property, om het dan even van tevoren pijn te laten doen, zeg maar. On property doet je 400 euro meer pijn. Ja. Maar dan ben je wel, dan bespaar je 1000 euro mee. Ja, kijk, dat houd ik mezelf gewoon voor. Ja, precies. Nou ja, wat dat betreft, ik denk... Maar we hebben nu gewoon echt gekozen voor een vakantie vanuit de villa naar meerdere dingen. Dus dan moet je gewoon op die manier gaan rekenen. Dat is gewoon echt het punt. En ik denk dat die conclusie echt wel getrokken kan worden. Voor jullie is het niet voordelig om on-property te verblijven en dan daarnaast ook nog eens een keer een auto. Nee, ja, precies. Nee. En dat is voor heel veel mensen die zich aan het afvragen van ja, wat wil ik? Het komt er gewoon echt heel kort door de bocht op neer. Wil je voornamelijk Disney en misschien tussendoor een van de andere parken, ga gewoon on property. Heb je kinderen, ga gewoon on property. Het is voor die kinderen sowieso. Onder de 4 jaar zijn ze gratis, wat was het? Onder de 3 zijn ze sowieso gratis. Daarna worden ze geloof ik wel gelijk full-blown volwassenen gerekend, hè? Het enige verschil zit hem in de dining plan. Dining plan, dat scheelt wel echt. Alleen, kijk je naar entree tickets. Nee, dan maakt het niet zo heel veel verschil. Nou ja, precies. Maar goed, on property, je bent helemaal ondergedompeld. Je verlaat niet Disney. Ga je kijken naar, als je een keer naar Disneyland Parijs geweest bent en je moet naar je hotel, je stapt altijd een beetje de magie uit. En Anaheim is net zo. De hotels, je moet altijd die magie uit. En terwijl in Disney World, je blijft in die bubbel. En de hotels zijn echt, dat is ook het verschil tussen Disneyland Parijs en Anaheim. Met Walt Disney World. Het is gebouwd en gemaakt als een compleet vakantieresort. Alles. Ja. Dus nee, wat zei je? Je hoeft er niet vanaf. Je hoeft er absoluut niet vanaf. Je kan er naartoe gaan en 14 dagen lang niet het idee hebben dat je in Orlando zit. Omdat je alleen maar in Disney bent. En dan mis je, nou je mist genoeg natuurlijk. Maar dan mis je in principe niks. Dan heb je de vakantie van je leven. En je kinderen ook. En ja, wil je gewoon wat meer vrijheid om andere dingen te doen? En op een manier zoals jij dat, dus je niet afhankelijk bent van de tijden van een bus of dergelijke dingetjes. Dan kan een villa gewoon relaxer zijn. En wil je niet naar pretparken of wil je minder naar pretparken, doe je pretparken er voor de hobby leuk bij. Ja, dan is een villa sowieso interessant, want dan heb je gewoon echt je vakantiehuisje. Ja, nou ja, het lijkt me ook wel leuk zo'n vakantiehuisje, want dan krijg je een beetje het idee hoe het is om daar te wonen. Ja. Ja, ja, ja. Dat lijkt mij heel leuk. Verkijk je er ook niet op. De meeste vakantievilla's zijn echt wel vakantievilla's. Er zijn er, de resorten waar wij zitten, dat zijn ook gewoon woonhuizen. En ik denk, het is als een vakantiehuisje, is het groot. Maar om te wonen... Het is klein. Nou ja, ook niet heel klein, maar... Ik zou er best kunnen wonen. Het is niet groter als ons huidige huis, zeg maar. Oké. Het is qua woonkamer en qua kamers is het vergelijkbaar met onze woning. Alleen al alles gelijkvloers. En dan een zwembad. Ik bedoel, ja. Dus het is gewoon heel cozy. Het is cozy. En het is, je kan er prima toeven. Alleen je hebt niet heel veel opslagruimte bijvoorbeeld. Ja, die grotere natuurlijk wel. Maar... Die grotere wel. Maar, wij zaten niet. Dat was echt waar wij nu ook zitten. En je hebt gewoon een home away from home. Je komt echt gewoon thuis. En zeker als je in een gated community zit, wat ontzettend tof is. Dan krijg je iedere dag als je thuis komt, je had het over die bubbel bij Disney binnenrijden. Terug bij je villa komen bij een gated community. Alsof je iedere dag Jurassic Park binnenrijdt. Want je moet een code intikken en dan gaat het hek open. Dat is echt super cool. Dus ja, wat dat betreft... En wat ik ook wel een voordeel vind van die villa, tenminste, dat zal wel bij de meesten zo zijn, je krijgt een code voor een kastje aan de muur, daar zit je sleutel in, dus je hoeft je sleutel ook niet mee te nemen. Je sleutel kan je daar gewoon laten hangen, laten liggen. Maar wij hebben sowieso geen sleutel, hè? Kijk een patser. Nee, maar wij hebben hem ook in principe niet bij, want wij laten hem gewoon bij de villa achter in een kastje, dus het is alleen een zaak dat je de code weet. Okay. Dus dat is, ja, maar voor de rest, voor alle... We hebben nu eindelijk, gewoon voor eens en voor altijd, heb ik gewoon gezegd. Wat op. Ja. Wat op dit. On-property is goedkoper. Precies. En deze man is erbij gekomen eigenlijk om volgens mij om het jaar te sluiten. Want we zijn nu bijna een uur verder, jongens. Ja, precies.
Maar er zit er wel een stukje, stukje niks doorheen, zeg maar. Een stukje luier change. Maar het is sowieso in de voorpret. Mijn belangrijke tip is denk ik... Ik hoor heel veel mensen in de omgeving... Ja, wij willen daar ook nog steeds een keer naartoe. Zo hebben wij zelf ook heel lang gelopen. En volgens mij, Jus en Sin herkennen dit zo te horen ook. Als je gaat, als je wil gaan... Plan voor jezelf gewoon een datum. Hoeft niet aankomende augustus te zijn... Maar zeg gewoon voor jezelf, ik wil in 2020 of in 2021 wil ik er naartoe. En leg, je, leg dat voor jezelf vast. Dan kan je er voor gaan sparen. Want anders komt het er niet van. En ik garandeer je, iedereen zegt, dat is de reis van onze leven. Dat doen we daarna waarschijnlijk nooit meer. Dachten wij ook. Dachten wij ook. Wij gaan nu voor de vijfde keer, zesde keer, vijfde keer. Drie keer en maar één keer voor gedaan. Zijn mensen die zijn 30 keer geweest, wij gaan voor de vijfde. Wij gaan voor de vijfde keer voor echte dingen en we gaan natuurlijk naar de Mississippi, dus dat is de zesde keer. Ja. Het is gewoon, het werkt verslavend op een hele leuke manier. Dus je prioriteiten gaan echt gegarandeerd verschoven worden. Dus zet het voor jezelf vast. Bepaal voor jezelf, we gaan dan, ik wil dan. En leef daar naartoe. Dus ik weet niet of jullie nog een gouden tip hebben. Ja, zorg vooral dat je de tijd neemt daar. Wij hebben de eerste keer de fout gemaakt om zoiets van, nou weet je, we gaan nog even kort hebben, een beetje idee hoe het is. Je gaat jezelf tegenkomen. Neem de tijd, ga, verdiep je ook. Ik kan niet vaak genoeg zeggen, verdiep je echt in die vakantie, want het is niet zomaar een vakantie in Spanje. Nee. Wij maken niet voor niks al die video's. Nee. Kijk, ook even inbreken, een hele goede tip. Kijk de Florida, wij vlogden toen nog niet, dus wij hebben echt gewoon geen Florida video nog. Maar kijk de Florida video's van All in One Family. Je hebt al twee hele series. Daar heb je echt wat aan. Echt zonde, dit is niet schaamteloze plug, schaamteloze reclame. Serieus, leer ervan. Ja. Wij hadden ons, dachten ook de eerste keer dat we ons echt super goed hadden voorbereid. En nog kwamen we daaraan en hadden ze iets van. Ja. Wow. Realiseer je ook, dat is wel een hele goeie, realiseer je ook dat dat sowieso gaat gebeuren. Plan, het is echt groot. Ja, plan absoluut, maar plan niet te veel. Het punt is namelijk, als je te veel plant, als je iedere minuut van je dag vol prikt. En je bent daar en je verslaapt je. Of nog erger, je wordt ziek. Is je hele planning naar de knoppen. En dus maak voor jezelf een hele grondige, maar globale planning. Dat je weet wat je die dag kunt doen. En gun jezelf rustmomenten erin. Gun jezelf momenten dat je kan uitwijken of een dag kan schuiven. Of wat dan ook. Want anders gaat het, nou ja, dan loop je tegen jezelf aan. En dan wij hebben dat ook meegemaakt. Ik denk jullie misschien ook wel. Thuis komen, foto's zien, dat je denkt, zijn we daar geweest? Ja, wij gaan er ook tegenaan. Daarom zei ik, neem je tijd. Neem gewoon je tijd. Ja. En, maar goed, als jullie nog meer vragen hebben, stel ze. Jullie kunnen ons bereiken via allerlei kanalen, Facebook, Twitter, Instagram. Jort en Suus ook. Als het nog YouTube. Bestaat tegen die tijd. Als het tegen die tijd nog mogen bestaan, inderdaad. dat is een ander verhaal. Precies. Maar goed, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Respect voor het kijken. Respect voor het kijken. Vooral heel veel plezier als je gaat plannen. Wat Jus ook zei. Schroom vooral niet om ons op te zoeken. All in One Family, Troy TV, op YouTube, op Facebook. Alles staat hier. Alles vragen stellen. We zetten onderin de omschrijving zetten we wat links voor tickets en hotels. Ja. Oh, ik heb ook nog een reisverslag gemaakt. Die kun je ook lezen. Dus we ook wel echt onderin de description. Zet er ook bij. Van alles. En belangrijkste, bedankt voor het kijken. En als je gaat plannen, heel veel plezier. De voorpret is net zo leuk als de vakantie zelf. Misschien nog wel leuker. Zeker. Echt. Ik hou van de voorpret. Ja, toch? Ja. Zeker. Vooral als je dan een keer weer een dealtje hebt dat het goedkoper is dan dat je in eerste instantie dacht. Oh. Dat zijn de leukste dingen. Precies. Dus mensen, heel erg bedankt. Tot de volgende keer. Doei.